Ik denk altijd maar, de werkelijkheid ligt op straat. Mijn verhalen liggen op straat. Real life is bigger than life. So why make fiction? Nou, wat het mooiste is, is dat het documentaire vorm, in vorm, dat het nog helemaal geen dogma's echt kent. In de zin van, zo en zo moet je het doen. Er zijn geen, het is een heel erg, ligt het vast aan de persoon wie je bent. En je kunt je verhaal vertellen op iedere manier wat je wilt. Als het maar mensen, als je mensen maar aan het beeld weet te binden. Kijken en luisteren. Dat is het belangrijkste. Je moet goed kunnen kijken. En luisteren. Dat wil zeggen, als iets gebeurt, proberen niet alleen maar naar het grotere geheel te kijken, maar ook naar de detail. En waar in de details zie je datgene wat staat eigenlijk voor dat grotere geheel. Ik weet niet of je de film Stand voor de Zon hebt gezien. Een scène daarvan zie je de militairen en de studenten met elkaar vechten in Jakarta. En op het moment dat daar de bom barst, dat wil zeggen dat die ze inderdaad in een clash gaan, hou ik niet alleen maar van buitenaf het gewoel, het strijdgewoel, maar ik focus juist op bepaalde elementen, dus bepaalde mensen die er voor mij een beetje uitspringen en die eigenlijk in hun emotie meer uitdrukken en dat we begrijpen hoe dat helemaal in elkaar zit. En jammer is als ik dan beelden zie, meestal op tv zijn opgenomen, als je ziet journaalbeelden en zo, dan misschien dat ze niet de kans hebben om zich te richten op een individu, maar ik denk dat het te maken heeft ook met de manier van kijken. Dat je jezelf niet als buitenstaander moet zien, dat is het namelijk zo. Zodra je jezelf als buitenstaander ziet van een gebeurtenis die je aan het filmen bent, kun je nooit in die gebeurtenis komen en het gevoel hebben wat die gebeurtenis, wat daar binnen afspeelt. Maar zodra je je voelt, ik ben medestander, dan krijg je dat, maar dan moet je je wel focussen. Ik heb geen script in mijn hoofd dat ik al weet wat begin, midden en eind zal zijn, maar ik heb wel iets wat ik wil onderzoeken, iets een thema. Kijk, zodra je vooruit gaat van nee, dit verhaal heb ik in mijn hoofd en dit wil je filmen, dan ben je blind voor datgene wat eigenlijk misschien het tegendeel bewijzen. Want ik vind eigenlijk, dat is ook zo. Research, je moet research zeer gedegen doen. Want je gaat een verhaal vertellen aan mensen. Dus je moet, voordat je überhaupt bezig bent met dat verhaal, moet je eigenlijk zelf een beetje een echt onderzoek daarover doen. Waardoor je een beetje een autoriteit wordt op dat gebied. Om er überhaupt over te mogen praten. Het kan al met al best wel een jaar of een paar jaar in beslag nemen. Maar het kan ook korter. Bijvoorbeeld in de film Vlucht uit de Hemel was het maar alles bij elkaar, was het maar een maand. Dus 3 weken monteren en 1 week draaien. En de montage is meestal veel langer dan de draaiperiode en de researchperiode. Ik heb een keer, je hoeft er ook niet al te bang voor te zijn, ik heb een keer een speelfilm gedraaid. In Taiwan. En de regisseur wilde per se dat ik de film zou draaien ook vanuit mijn gevoel en vanuit mijn emotioneel perspectief. En hij vertelde mij niet, of tenminste hij vertelde het wel en ik snapte het niet echt, dat was namelijk waar de scènes over gingen. En ze spraken Chinees. Maar ik heb het later ondertiteld gezien en ik bleek toch altijd precies op het juiste punt zijn, op het juiste moment, dat de zinnen werden uitgesproken en dat de belangrijke zinnen werden ook gesproken. En dat ik constant in de juiste hoek was. Het is gewoon dat je je als het ware inzet en je als het ware je met je mind switch maakt. En probeert in de emotionele wereld van die mensen te zitten. Bijvoorbeeld iemand die zijn afspraak is vergeten. Nou, die is niet echt betrokken. En dan kun je echt denken van, hey, is dat wel de juiste persoon om als onderwerp te nemen? En als het dat dan wel is, om de een of andere reden, dan kun je ook het feit dat die persoon dat afspraak is vergeten, gebruiken in de film.
Dat is namelijk omdat het onderdeel is van jouw werkelijkheid. Nou, inderdaad, emotionele situaties, die kunnen voor mij ook heel emotioneel zijn. Dat ik dus, ik zit soms echt huilen achter de camera. Ik kan me herinneren dat in de Stand van de Sterren, nee, Stand van de Maan, toen Tari werd weggetrokken en moest met de trein terug, terwijl de grootmoeder achterbleef, dat ik hield het niet droog. Want dat is wel, hè, dat is wel zo, het is wat daarvoor zich afspeelt, dat gevoel wat jij zult hebben bij het zien van zo'n scène. Je kunt wel aannemen dat ik dat gevoel ook heb achter de camera, anders had ik het nooit zo kunnen opnemen. Als ik zoiets zou opzetten en iemand zou zenuwachtig worden of wat dan ook, dan doe ik iets verkeerd. Dat is. Want je moet empathie uitstralen naar die persoon. In een situatie waarin ik wil dat mensen dat ze voelen dat ik empathie voor ze heb, is door lichaamstaal. Je gaat naast iemand staan, bijvoorbeeld, en doet ze hetzelfde als wat die persoon is. Het zo aan het doen. Dus als ik iemand nog niet ken en die persoon is iets aan het doen, dan richt ik me juist op datgene wat hij aan het doen is. He, dus dan ga ik met de camera niet naar die persoon kijken. Nee, naar zijn handen. Die persoon dan zal kijken naar jou. En jij gaat dan niet hem in de ogen kijken en zegt van, hey, mag ik dit filmen? Nee, nooit vragen. Nooit vragen of iemand mag filmen. Gewoon filmen en dan met je blik duidelijk maken dat je het goed met iemand bedoelt. Zo gaan we dubben. Joe? Lekker. De grootste fout, en niet alleen beginners, maar ook heel veel, vind ik dat de mensen maken, is dat het onderwerp centraal staat. De vorm staat centraal. Voor mij staat altijd de manier waarop ik iets opneem, is belangrijker dan het onderwerp dat ik opneem. Want het onderwerp wat ik opneem, wordt alleen maar belangrijk door de manier waarop ik het opneem. En dat maakt film ook tot een kunstvorm. Want dan gaat het om je persoonlijke, jouw keuze en jouw subjectieve keuze op hoe jij dat in beeld gaat brengen. En niet van standaard uitgaan, nou dat doen we zo, dit standaard gebeurt op die manier, dat laten we het altijd maar op die manier doen. Als ik aan het filmen ben en ik denk, hé, dit is belangrijk en ik ben niet geïnspireerd op hoe ik het moet gaan opnemen, neem ik het ook niet op. Ja. Nou, ik draai altijd honderden uren, nou altijd, maar vaak honderden uren materiaal. Maar omdat ik gefocust ben en ik weet mijn onderwerp en waarom ik de camera ben gaan draaien, weet ik ook en heb ik ook dat gevoel na het draaien van, hé, dit is een mooie scène. En die onthoud je dan. En dat zijn jouw pareltjes. De parels in een enorme hoeveelheid materiaal. Wat je doet is vervolgens in de montage, je haalt alleen die parels eruit. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van kill your darlings. Dus eigenlijk embrace your darlings en ga alleen maar voor je darlings. En dan wordt het vaak ook meer een persoonlijk verhaal. Dan wordt het meer vanuit jouw persoon, vanuit je gevoel. Het kan zijn dat je helemaal verrast raakt van waar het verhaal naartoe gaat. Ik zou het wel willen weten en proberen zoveel mogelijk, want dan krijg je meer lagen in de film. Dan krijg je gelaagdheid, dat wel mooi is. Maar ik zou het in de eerste plaats op je gevoel monteren, op manieren waarop je denkt dat het beste is. En daarna pas kun je misschien horen waar de muziek nou eigenlijk over gaat. En als het dan past, dan kun je ervoor kiezen om nog de ondertiteling ook. Ik ben trots op die scène van het jongetje dat rent. Maar voor mij is dat equivalent aan het scène van de man die loopt over de hoge brug. Het is een symbolische scène. En ze zeggen wel eens van ja, dat is eigenlijk gespeeld. Die scène van het jongetje dat rent. Maar
wie speelt er dan? Want je ziet niet de emotie van dat jongetje, je ziet hem gewoon rennen. De clue is eigenlijk hoe het scène is ontstaan. Ik filmde hem terwijl hij van zijn vader eigenlijk de opdracht had gekregen om die spullen naar oma's huis te brengen. Dus hij haalde het van de dingen af, van de waslijn af. En toen ben ik hem gaan volgen. En hij zag mij volgen. Dus er was dus een interactie tussen mij en hem. En hij begon te rennen. En hij was gewoon, ja, het is een kind. Hij vond het gewoon leuk. Dus, en ik rende achteraan. En ik heb een paar hele leuke shots kunnen maken. Ik dacht echt van, shit, dit is leuk. Dat moet ik gebruiken. Moet ik er meer mee doen. En toen dacht ik van, ja, maar het moet stabieler. Want dat schokt allemaal. Toen kwam ik op het idee om de camera in gimbals te hangen. Dus niet één gimbal, maar twee gimbals aan de zijkant. En daar toen heb ik het eerste prototype van de Orbit gemaakt. Dus daar ben ik eerst een paar dagen eigenlijk op gezeten en uit zitten vogelen hoe ik dat zou moeten doen. En toen ik het had, heb ik aan hem gevraagd van, hey, zullen we weer gaan rennen? Hij zei, ja, leuk. Dan zei ik van, ja, moet je wel hetzelfde kleren aantrekken. Dus dan zou ik zeggen, ja, het is een speelfilm, want hij doet het. Maar er is geen emotie, je ziet hem niet rennen. Maar alleen het verbeeld wel zijn emotie. Namelijk dat hij eigenlijk vrij wil zijn. Hij wil uit die kampong, uit die sloppenwijk, hij wil ontsnappen. En dat is eigenlijk wat ik heb kunnen verbeelden met wat ik met de camera heb kunnen doen. Dus de camera eigenlijk in zijn, als het ware, emotioneel perspectief kunnen kruipen. En proberen hem te zien zoals hij zichzelf ziet eigenlijk. En dus dat is hoe die scène is ontstaan. Ja, dat is echt het climax, hè? De première van de film. Dat is echt het belangrijkste moment voor mij. Dan kijk je van hoe het bij het publiek overkomt. En hoe dan voel je het de eerste keer dat de mensen die in de zaal zitten en hoe ze reageren. En dan snap je eigenlijk hoe... dan krijg je eigenlijk loon voor je werk, zeg maar. Sta je niet blind op allerlei op apparatuur. Apparatuur is iets wat er nu is en straks als je bent afgestudeerd, dan hebben ze dat niet meer en hebben ze weer heel andere dingen. Dus richt je op de kern van hoe je een verhaal vertelt met beeld en wat dat nou eigenlijk is. Hoe je, en niet op hoe je technisch die camera kunt bedienen. Nee, want dat is iets wat altijd maar verandert.